Hallo allemaal en welkom weer bij deze nieuwe video. Zoals jullie in de titel hebben kunnen zien, heb ik weer een naked shoplog voor jullie. Want ik heb weer 3 items mogen uitkiezen bij hun. En dit is de zak. Voordat ik in deze video begin, heb ik nog een kortingscode voor jullie. Die zal ik nu hier in beeld zetten. En dan zou ik zeggen, veel kijkplezier. Oké, sinds gisteren heb ik ook in één keer een koosblaar. Ik denk dat het komt van op stap te gaan met die vieze bekers dat iedereen aanraakt. Maar moesten jullie dus een rode cirkel hier om mijn lip zien, dan weten jullie van waar dat komt. Ik heb dus momenteel een koosblaar. Maar ik ga beginnen met het pakketje open te doen. Zoals ik al zei, heb ik dus 3 items mogen uitkiezen. Ik heb een soort van sport joggingbroek, een t-shirt en een satijnen rok uitgekozen. Ik ga starten met deze groene joggingbroek, maar ik zal jullie ook eventjes de prijs ervan zeggen en steeds de maat die ik heb besteld. Ik ga ook hier in beeld een foto zetten van hoe dat het eruit ziet op de website. En onderin in de beschrijving gaan jullie ook linkjes kunnen terugvinden, zodat jullie uitkomen bij de items die ik besteld heb. Dus als eerste heb ik deze joggingbroek met wijde pijpen. Die is van Katoen. Die is €41,95 en ik heb die besteld in een extra small. Ik ga de broek mooi in beeld proberen te krijgen, maar die is redelijk lang. Dus misschien dat jullie het niet goed gaan zien. Maar dadelijk komen er aanbeelden, dus dan kunnen jullie het daar beter bekijken. Het is dus een groene broek. Zoals ik net al zei, heb ik een extra small besteld. Dat kunt je hier zien. Volgens mij hadden ze nog 1 maat kleiner, maar die was nu weer uitverkocht. Dus die heeft gewoon zo'n elastieke band. Er zitten ook zakken in. En dan ga ik eventjes mijn stoel aan de kant. Zo ziet hij er dus uit. Zoals ik net al zei, heeft hij wijde pijpen. Dus dit is de joggingbroek. Oké, ik heb dus nu de groene broek aan. En ik vind het echt een super mooie kleur. Hij is wel een klein beetje te lang, maar ja, dat kan ik heel makkelijk oplossen door die gewoon wat korter te maken. En ik zal jullie dus nu eventjes laten zien. Dit is gewoon de bovenkant. Even een knoop gemaakt. Even op de stoel staan. Dan kunnen jullie het beter zien. Dus dit zijn de zakken. De broek. En die heeft dus wijde pijpen. Maar ik zal het eventjes ook in de spiegel laten zien. Dit is dus de groene joggingbroek. Dit zijn dus de zakken en de lengte. Zoals jullie hier kunnen zien, ja, ik loop erop. Dus die is wel een beetje te lang, maar ik ga die gewoon eventjes korter maken. En dan is die echt super leuk voor gewoon thuis te chillen of voor boodschap te gaan doen of zo. Dan heb ik deze blouse. Dat is een oversized gestreepte top. Met lange mouwen en deze is ook weer van Katoen en deze was €31,95. Ik heb een extra small besteld aangezien dat er oversized staat en naked valt meestal redelijk groot. Dus daarom heb ik een extra small besteld. En als ik het zo zie, denk ik wel dat dat goed gaat zijn. Het is dus lichtblauwe strepen, lange mouwen en voor de rest is dat gewoon een normaal model. Het ziet er wel heel mooi uit. Dus dat was dan deze top. Eigenlijk redelijk basic, maar ik vind het wel mooi met die blauwe streepjes. En daar gaan jullie dus nu de aanbeelden van zien. Oké, dan de gestreepte top. Die ga ik gewoon eventjes over mijn top aan doen. En dan de tweede item, dat is deze blouse. Maar daar kan ik niet heel veel over zeggen eigenlijk. Het is gewoon een basic top. De mouwen zitten heel goed. Hier zit die ook goed. Dit is de achterkant. Ja, eigenlijk gewoon een prima top. En dan het laatste item. Maar hier ben ik wel het meest benieuwd naar. Aangezien dat dit een satijnen rok is. En ik zoek al super lang een satijnen rok. Echt al 2 jaar volgens mij. Maar ik vind nooit degene die dat ik wil. Ofwel zijn die te kort, ofwel zijn die te lang. Ofwel niet de kleur die dat ik wou. Meestal als ik een vond, dan waren die ofwel beige. En ik vind dat ik redelijk bleek ben. Dus ik vind beige niet mooi bij mij. Of zwart. Of dan was het zo fluogeel. Dus ik heb nu eindelijk eentje gevonden. En die is een lila paars. En deze rok heb ik besteld in een maatje 34, alweer omdat Naked groot uitvalt. Ik hoop wel dat die gaat passen. Volgens mij had het model ook een 34 aan, heb ik dat daarom ook genomen. En
die was €40,95. Dit is de rok en ik ben echt verliefd op deze kleur. Hoe mooi. Echt heel mooi. Ik zie wel al dat die gestreken gaat moeten worden. Dat ga ik wel niet doen voor de aanbeelden. Dus daar moeten jullie eventjes doorheen kijken. Maar dit is dus de rok. Op zich ziet je daar nu niet heel veel aan. Aan de zijkant heeft hij een rits. Dus dat is ook super handig. En ja, voor de rest valt daar niet heel veel over te vertellen. Dus ik ga deze meteen passen. En dan heb ik als laatste de satijnen rok. En die vind ik dus ook echt prachtig. De kleur is echt super mooi. Maar ik had misschien toch beter een 36 besteld in plaats van een 34. Aangezien dat dit dan weer een item is bij Naked die dan wel goed valt. Maar dus die zit hier wel redelijk goed. Maar hier aan mijn heupen zit die wel redelijk strak. En van achter dus. Dus dat loopt niet zo heel comfortabel. Dus ik ga proberen een maatje groter hierin te bestellen. Maar voor de rest is het wel echt super mooi. Ik kan het even. Dit is dus de satijnen rok. De lengte zien jullie ook weer niet heel goed. Dus ik zal het eventjes in de spiegel laten zien. Dit is de satijnen rok. Zoals ik al zei, zit hij hier gewoon aan mijn heupen redelijk strak. En dat vind ik niet zo mooi, omdat het dan van onder wel heel los zit. Dus ik ga gewoon proberen een maatje 36 hierin te bestellen. En voor de rest vind ik die qua lengte wel echt heel mooi. Dus ik ga gewoon even een nieuwe maat bestellen. Oké, dat was dan alweer mijn vierde Naked shoplog. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Dat jullie misschien zelfs inspiratie hebben opgedaan. En als jullie gaan bestellen bij Naked, vergeet zeker niet mijn kortingscode te gebruiken. Ik zal die wel nog een keer in beeld zetten. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Dag!